VHP-parlementariër Mahinder Kumar Yogi is het niet mee eens dat ondernemers hun deuren moeten sluiten om 10 uur in de avond. Tijdens de openbare vergadering van maandag heeft hij de regering dringende aandacht gevraagd voor besluiten die zijn genomen door de districtscommissarissen over de aangepaste sluitingstijden van ondernemers. Yogi wees erop dat we als land pas uit de coronacrisis komen en er dus geen extra druk gelegd moet worden op de economie. Ook stelde hij dat de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport niet op de hoogte is van het besluit van de districtscommissarissen. Er is geen enkele communicatie geweest met haar. De directeur van ROS is niet op de hoogte. Ook met hem is er geen enkele communicatie geweest. Voorzitter, ik vraag aandacht van de regering voor dit ding. Mensen worden gedupeerd. Ik begrijp dat we willen ordenen. Ik begrijp dat misschien aanleiding wordt gevonden in gedragingen die vertoond worden laat in de avond bij winkels door hangjongeren. Maar voorzitter, we zitten nog steeds in een crisis. En laten we die ondernemers ook wat ruimte geven, voorzitter. Dank u wel. Assembleevoorzitter Marinus B. is het helemaal eens met Yogi. De voorzitter wees erop dat behalve dat Suriname in een crisis zit, de trend in de wereld erop gericht is om te gaan naar een 1x24-uur economie. 1x24-uur economie. En wij in Suriname gaan ondernemers beperken als er sprake is van criminaliteit. Dan moet die ondernemer daarin zelf gaan investeren. Ja, maar goed, regering, aandacht daarvoor.